Best een lange tijd heb ik gezegd dat ik dit ooit zou doen. Maar vandaag ga ik echt een dag in het leven filmen. Ik wilde gelijk even aan het begin van deze video zeggen dat we komende zondag op de Swanmarkt in Rotterdam staan. Op de Binnenrotte, dus waar de markt altijd is, bij de markthal. Mocht je daarheen willen komen, vooral doen. We hebben allemaal leuke spulletjes bij ons. Waaronder dit superleuk tasje met allemaal vet gezellig dingetjes. Die kun je trouwens ook via de webshop krijgen. We gaan zo even richting het strand, even een wandelingetje doen. Daarna gaan we langs bij Guilaine en zus. En dan voor de rest van de dag weten we nog niet wat we gaan doen. Maar we gaan in ieder geval met de auto. En Guilaine heeft vorige week naar Utrecht gereden over de snelweg. Wat ik echt nog steeds een gesprek vind. En gisteren heb ik zelf op de snelweg gereden. Dus daar gaan we eerst even naar kijken. Terwijl wij naar de auto gaan. Toen wij van de week naar Utrecht gingen. Ja. Vorige week. Toen, ja, dat ik dat ook spannend vond. Je bent zelf naar Utrecht toe gereden binnen het dorp? Nee, zij is op de snelweg gereden. Ja, want ze wilde het toch doen. Ik zei, nou, oké, ja. En wat gebeurde je toen je hier zat in met jou? Vond ik ook spannend dus. Ik heb het geprobeerd ook een beetje voor haar weg te drukken. Is dat niet enger voor jezelf als je het zelf niet in handen hebt? Nee, want ik vertrouwde er wel dat ze het kon. Oké. Ik wil wel proberen. Ja, ja. Een klein stukje. Ja, is goed. Ja, ik weet even niet welk stukje je doet. Nou ja, het zal moeten. Anders ga ik het nooit. Nee, weet ik, maar anders gaat het nooit gebeuren. Nee, maar als je het angstig vindt, Alwin, laat je alles los. Ja, weet ik, en jij kan altijd overpakken. Neem ik alles over. Ja, ja, ja. Richting Amsterdam, hè? Ja, we houden gewoon rechts aan. Als je een bocht voor je kunnen, zou je voor de bocht moeten doen. Even rustig aan. Ja, het ook. Oké, nu wel te snel. Kijk, maar als jij gewoon even rustig aan doet. Ja, maar gewoon rechts aan, verder niks. Lekker afstand houden. Ja. Ja, doe het hartstikke goed toch, Alwin? Dank je. Mocht je richtingwijzer alvast gaan doen? Ja. Als je weer hoort, dan weten ze achter ons ook wat we gaan doen. Ja. Dan gaan we gelijk richting Leiden. Maar doen, hè. Oké, ik hoor het. Ja. Oké. Ik zweet met het pleuris. Zit je nat. Ga ik deze wat kouder zetten voor je? Kan ook wel op een uur. De eerste stap hebben we gezet, Alwin. Ja. Ja, toch? Een hele droge meld doen. Ah, oh, bek, mond. Hier ergens is volgens mij nu een vlakbij een tunnel gekomen. We gaan er niet in. Nee, gelukkig vandaag. Niet. Gelukkig niet. Volgende keer, ja. Dat is goed hoor. Als we bovenaan komen, ja. Als we niet vergis, gaan we rechtsaf. Het ziet er weer even anders uit. Is er nu wel goed geworden? Ik denk dat dit degene is door de tunnel. Weet je niet. Ja. Ik denk dat je gelijk hebt. Ja, ik denk het ook. En nou, we dieren hebben maar gelijk mee. Ja. Zijn er nou toch? Ik wist het echt niet. Nee, weet ik hoor, weet ik. Nee, weet ik. 2,5. Als je snelweg kan overwinnen, is dit ook natuurlijk een makkie. Ja, toch? Jij zegt het, hè? Als je bang bent, ja, dan ik weet alles het. Loslaten, ik weet het, dan ik weet ik het voor jou. Ja, ik weet het. Ja? Ja. Ik wist het echt niet. Nee, joh, het maakt niet uit, Red. Het is mijn grootste angst, maar het maakt niet uit. Nee, maakt niet uit. Nee, het maakt niet uit. Ja, 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 ja. Nou ja, als je een mooie afstand had en je weet, als je eigenlijk kijkt ook al in, dat als zat escape zijn, zet een waarschuwingslicht, dan gaan we toch weer. Ja, dat is ook zo. En dat is voor mij ook helemaal nieuw, Alwin. Nou, dat is ook leuk toch? Heb je ook iets nieuws meegemaakt? Nou, ik vind dat je stop hebt gedaan, Alwin. Dank je. Wat vond je er zelf van? Nou, ik moet zeggen, het viel me mee. Echt, hè? Ja, het viel me echt best wel mee. En wat ik nu merk aan jou, dat je heel erg opgelucht bent. Ja, nu ben ik heel opgelucht, ja. Ik laat een boer en alle spanning komt eraf. Ja, 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 zeker. Hè? Dus we hebben eigenlijk een hele grote stap gezet. Ja, nou, ik had niet verwacht dat ik helemaal naar Leiden zou rijden. Dat zeg ik je wel eerlijk. Nee, dat ding rolt wel.
Ja, dat is waar. Dus van de week op, nee, vorige week op de snelweg gegaan. Naar het Noordoosten om de Maan. Ja, sindsdien heb ik het niet meer aangeraakt, snelweg. Nee? Jawel? Ja. Toch? Ja, jawel, jawel, jawel. Ja, vond je spannend, hè? Ja. Wat vond je het meest spannende eraan? Ja, ik moet heel erg wennen op navigatierente. Daar ben ik eigenlijk nooit goed geweest, in geweest. Ook niet met mijn rijlen en nee. Zo. Nee, dat is waar. Ik vind het toch onduidelijk vaak. Maar ja, dat is gewoon een kwestie van wennen. Al is het ook niet onwijs duidelijk natuurlijk. Ik was gisteren ook bij Ed. Had hij de airco aangezet. Want ik zei van zo, ik heb het wel warm. Zeg. Hij zegt oké. Okay. Ging die airco aanzetten. Goed, we waren dus naar Utrecht gaan rijden. Guilaine vooral. Een paar obstakels gehad, maar je deed het wel goed. Eerlijk is eerlijk. Ja. Jij vond het achteraf voor je het, dat je het niet goed deed, maar je deed het wel echt goed. Nou, weet je wat het was? Ik dacht, ik ga het wel gelijk snelweg goed. Nu ik het ook niet zo eng vind. Ja. Dus ik denk dat het sowieso beter is. Ja, sowieso. Want als je er te veel over gaat nadenken, dan wordt alles natuurlijk gewoon hartstikke eng. En dan krijg je hetzelfde als wat ik had. Tenminste, als je angst hebt. Je deed het goed. En je hebt het gedaan. Alleen nu vind je het spannender, toch? Je bent spannender geworden. Ja, omdat ik nu gewoon... Kijk, als je rijdt een elektrische auto, hè, dan ben je gewoon gewend dat je overal best wel snel vaart kan maken. En je nog wel eventjes ertussen kan gooien of je vrij kan rijden. Ja. Dat soort dingen. En ja, dat kan nu gewoon niet. De rijster zei van dat ik hem alsnog in moet trappen bij deze. Ja, dat mag gewoon, hè. Ook al maakt hij zo'n kutgeluid. Ja, dat is wel naar. Dat is wel naar. Eerlijk en eerlijk. Ja. Nou, het valt me mee hoe druk het is. Dat is helemaal niet druk, hè? Nee, want het wordt wel 30 graden dadelijk. Dus je zou verwachten dat het... Want eigenlijk dacht ik ineens van... Toen we net aan het rijden waren, dacht ik van... Ja, is het eigenlijk wel slim naar Scheveningen te gaan. Want mensen gaan natuurlijk nu massaal naar het strand. Ja, maar tegelijkertijd... Ja, niet tegelijkertijd. Het is te vroeg, hè, voor veel mensen. Nou, half, ja. Kwart voor tien. I'm telling you, mensen willen er echt een weekend niet zo vroeg uit. Mag, als je de hele week op moet staan om 6 uur? Nou, ik weet het niet, meid. Ik don't buy it. You don't buy it? Is je dat trouwens hier Freek Vonk in dit gebouw woont? Leuk. Ik zie of hij er nu nog steeds woont, weet ik niet. Maar hij woont hier altijd. Wil een prijskaartje hebben, of niet? Ja, joh. Zo, 73 per 60 minuten. Ja, je zal weer geld hebben, hè, Vizerik. Ik heb geen geld. Oh. Ik doe dat omdat ik van je hou, hè. Jij wilde naar het strand. Zo. Hoe? Zo, ik ben er een beetje gedraaid. Kijk je nog even uit? Sorry, ik ga gewoon, zou ik... Wat jij wil, maakt me echt niet level uit. Level 1? Wat jij wil. Level 3? Maakt me echt niet uit. Maak het jezelf makkelijk en maak het jezelf niet te moeilijk. Want jij maakt het jezelf altijd zo moeilijk. Echt niet. Jawel. Ga je niet door? Dat staat er niet voor niks. Huh? Ik ga wat ga je nou doen? Oh, ik ga verkeerd. Zag ik niet, joh. Ik dacht, het moet er tussendoor tussen die paaltjes of zo. Kijk, daar is -3. Maar hier mag ik niet staan. Nee, hier mag je niet staan, dan staan die dingen er niet natuurlijk. Ik denk, zet die paaltjes dan dicht bij elkaar, zodat ik er niet tussendoor pas. Dat is logischer. Nee, dat slaat nergens op. Waarom zouden ze die dingen... Als ik er tussendoor pas, denk dat ik er één mag. Nee, tuurlijk niet. Die dingen staan toch juist in een bochtje aangegeven dat je hier naar -3 ging. Nou, heel raar. Zo, dit is een lange parkeergarage. Dat is heel lang. Holy shit. Dat is niet normaal. Dat is bijna niet echt. Dat is toch niet normaal? Zo, het is nog wel rustig, hè? Voor zaterdag prime time. Prime time, Saturday. Prime time, Saturday. Nou, prime time gaat hier neergezet worden. Jekke vakken. Nou, ik vind het goed staan. Je vindt het heerlijk, meid. Is het heerlijk? Goed gedaan, meid. Je kan het. Hè? Thank you. Het gaat nu ook niet aan. Dat doet hij. Oh ja, de lekker is er aan. Ja, oké. Hé, maar het is jou en mij. Hoe ging het? Goed. Ja? Ben je blij? Zeker. Top. Heb je hem op slot gedaan? Ja. Top. En weer allemaal kleine krabbetjes. Kijk, bizar. Maar ze leven niet meer. Ik denk niet dat het heel leven is, nee. Zo, en hoe vind je het, meid? Heerlijk. Het is warm nog wel. Lekker warm, maar dan is de zee ook echt perfect. Ja, het is wel echt lekker, ja. Afkoelend, nu lopen we er alleen niet in. Maar dat kwam omdat we net zo heel erg erin liepen. Afdwaalden. Ik heb het ook eerder gezegd in een vlog. Het is heerlijk dat wij zo dicht bij het strand wonen. Het is geen straf om dicht bij Scheveningen te wonen. Nee. Dat we dit allemaal kunnen betalen. Precies. Ja, het is echt zo. We hebben nog wat meegemaakt. Ja, we hadden gisteren een
buurtborrel. Oh ja, wat een buurtborrel inderdaad, ja. En nou ben ik daar helemaal niet van, want ik vind het eng om nieuwe mensen te ontmoeten. Maar toen zei jij van ja, we moeten wel uit onze comfortzone. Ja. Dus toen zijn we er toch heen gegaan, nou was best leuk. Ja, maar wat vooral heel leuk was, is dat we te horen kregen dat ze echt actief bezig zijn om die hele omgeving aan te pakken. Dat ze ook van plan zijn allemaal eten, tentjes te gaan maken. Er komt een soort van foodmarket-achtig iets, volgens mij zijn ze van plan. Dat is toch geweldig. Alle bedrijven die er zitten, die gaan weg. Ja, want er is nu best toch wel veel verlaten panden en een beetje panden waar je vraagtekens bij zet. Ja, we willen zelfs kijken of we misschien een kantoortje daar kunnen huren in plaats van waar we nu zitten. Ja. Dat we lekker dicht bij huis ook zitten. Ja, precies. Heerlijk lijkt me dat. Hoeven we ook minder de auto te gebruiken. We moeten wel even een PostNL-punt komen. Ja, dat zou ik ook net te denken. Ja, maar het was wel leuk op zich. Mensen uit het gebouw ontmoet. Ik kreeg trouwens gisteren weer een bericht van iemand die de video's keek. Die ook in het gebouw woont. Oh, leuk. Dat was de vierde al. Ja, we hebben ook twee nieuwe kijkers toch, sinds de borrel. Oh ja, dat inderdaad. Ook ja. Een stijl uit Rusland. Ja. Wat grappig. Er zijn hier heel veel aangespoelde kwallen. Moet je kijken, maar het ziet er echt mooi uit. Het gewoon, joh. Lijkt wel een zon. Ja. Had je trouwens nog plannen naar die zus? Nee. Helemaal niet? Nee. Maar we gaan dus even bij het huis kijken van Guylaine de zus. Want ja, dat weten mensen eigenlijk helemaal niet, hè? Dat jij zoveel zussen en een broer hebt. Hoeveel zussen en een broer heb je nou? Ik heb heel veel halfzussen. Vier? Ja. Ja. En we hebben nog één volle zus en nog een halve broer. Ja. Dus het is een hele bunch af. Jij bent nog de jongste ook, hè? De jongste, ja. Maar allemaal, terwijl ik zo graag een zusje wilde. Balen, schat. Ik dacht, dan ben ik er zo lief voor. Tegenstelling tot mijn zussen. Nou. Nee hoor. Dat was lullig. Dat was wel even lekker, hè? Half uurtje. Zeker. Heerlijk, man. Toch weer een zonnetje gepakt. Guylaine zegt net tegen me van, oh, hier kunnen we wel een pop-up shop huren. Ik zeg, nou, ik denk niet dat het heel goedkoop is, hoor. Ook al is het zo doodgevallen. Alles staat leeg hier. Het is gewoon echt een verlaten bende. Ja, maar dat maar maakt dan nog zouden ze huurprijzen hebben van 4.000 waarschijnlijk. Nou ja, 4.000 weet ik niet. Nou, het ligt eraan hoe groot. Ja, het zou best kunnen. Ik denk niet dat het... Ik denk niet dat het heel goedkoop is inderdaad, dat klopt. Een zijkluchtje is, hè? We waren daar precies 59 minuten. Anders hadden we nog een uurtje extra moeten betalen. We hebben in januari deze auto gekregen. Ja, gekregen. Ik lease hem gewoon. Het zou wel lekker zijn als die gekregen was. Maar ik ben zo blij nog steeds met dit ding. Echt de favoriete auto die ik ooit heb gehad. Dat is ook maar mijn tweede auto, dus op zich. Eigenlijk hadden we voor de Peugeot 208 willen gaan, hè? Die gele. Ja, die gele inderdaad. Maar die is wel een stuk groter. Maar die is wel elektrisch. En hij is wel mooi. Die is wel mooi. Volgende misschien. Precies. Nou, Guylaine reed net heen. Ik ga nu naar de zus toe rijden. Adres. Adres. Oh shit, ik kan hier natuurlijk niks vinden. Nou, we zitten weer in de auto. Het was kort maar krachtig. Kort maar krachtig. We mogen wel filmen, maar ik vond het ongemakkelijk worden. Nee, ik vond het een leuk huis wel. Wel grappig. Op zich hier ook wel rustig, hè? Hier, dit stukje. Dit stukje mooi. Waar gaan we nu heen? Even kijken of we ergens wat kunnen kaden, toch? Wat wil je eten dan? Je wilt toch naar het tentje? Nou, dat hoeft niet per se van mij, hoor. Oh. Het was meer omdat we er nu langs reden dat ik dacht, okay. Oh ja, maar anders het hoeft niet per se. Nee, oké. Okay. Nou, dan niet. We hebben een ding gevonden. We gaan pannenkoeken eten. Ja jongens, we gaan nog steeds vaker uit eten. Ik zeg het er maar even bij, voordat ik weer een bericht erover krijg. We vinden het namelijk gewoon heel leuk. En ik had dus zin in pannenkoeken met ijs. En wat was het nou in Rijswijk? De beste pannenkoeken van de wereld? Nou, hij scoort zo hoog. Hij scoort een 4,8 van de 396 reviews. Zo! En mensen zeggen de beste pannenkoeken in de omgeving Den Haag. En ik denk, nou, we zitten in Rijswijk, jongens. Maar... Ja, maar goed, mensen doen alsof dit ook Den Haag is, hè? Alles is Den Haag hier. Nou, dan gaan we even onderdompelen in Rijswijk. Welkom bij 48 uur in Rijswijk. Leuk, schat, leuk. Moeten we je parkeerkaart nu leggen? Nee, voor mij moet ik hier gewoon betalen. Ze hebben veel keus. Vind je niet? Ja, heel veel. Maar ik weet alleen niet of er nou iets met ijs is. Ik zag het wel op de... Misschien was het een special. Nou, anders kan ik ook wel... Oh, slagroom. Wit chocoladesaus. Ik zie niks met ijs. Ah, dat is wel jammer. Nou ja, ik kan ook iets anders nemen hoor. Ik vind het altijd wel lekker.
Ze hebben wel van die ijs, dus het kan wel. Nu zie ik het en dan denk ik, ja, op zich kan ik ook iets anders nemen. Ja? Poffertjes zijn ook wel lekker. Ontbijtspek, oude kaas. Oh. Katerspek is ook lekker. Katerspek is zeker lekker, ja. Ik heb poffertjes met ijs en wit chocoladesaus genomen. Ik ga het tomaten. Wit chocoladesaus, zo saai. Ja, is heel saai. Maar ja, ik had er nu ineens zin in. Lekker. Zeg ik meestal tegen jou. Ja, het is echt heel lekker. Ja, ik had er echt zin in. Mm. Dat is voor kinderen zeker. Mm-hmm. Oh, een unicorn. Grappig. Heel wat. Nou, wel leuk bedacht. Zeker. Kunnen we sowieso even reiswijken. Ja, precies. Niet dat het heel groot is, maar de heren staat op zich opgezet. Het is een markt, dus kun je misschien even kaas halen. Oh ja, we hebben geen kaas meer. Nee. Lekker? Ziet er lekker uit. Graag gedaan. Goed uit de keel. Zo. Er zit een bakje sweet chili saus bij. Dat is lekker met de kaas. Kun je erbij proberen? Top. Hé, hey, dankjewel. Kijk jongens, het ziet er toch geweldig uit. Bizar hoe groot dat ding is. Chocoladesaus. Vanillesaus. En een hele grote pannenkoek. Kijk, als je bij Glenna bekijkt hoe groot dat ding is. Hij ruikt wel echt lekker. Nee, ben benieuwd. Neem maar even een klein stukje voor de camera. Ja. Ziet er wel echt heel lekker uit, maar ik ben benieuwd of jij deze op gaat krijgen. Is dat inderdaad een hele goeie? Hier, neem even een hap. Ja. Nee. Het is goed, hè? Ja. Ik ben bijna jammer dat ik dit heb genomen. Echt? Nee, natuurlijk niet. Gaan we hoor. Ja, is goed. Chocolate sauce. Oeh, dat is een hele goeie. Dat is niet wat we van de week op hadden bij in het hotel. Lekker krokant. Dat is echt perfect, hè? Dat is echt perfect dit, ja. Poffertje lekker knapperig, van binnen lekker zacht. Ja, ik heb er lang geleden zo'n goede pannenkoek op had. Ik weet het niet zeker, maar volgens mij is het een familiebedrijf. Ik denk het ook, ja. Ik denk dat het moeder, dochter en vader was. Denk ik, maar ik weet het niet zeker. Dit jongens, oprecht, als je hier in de buurt woont, beste pannenkoeken die ik in jaren op heb, denk ik wel. Het is echt heel lekker. Het zit echt bij de Herenstraat. Hier loop je zo dadelijk de Herenstraat op, bij de HEMA. Echt top, heerlijk. Wist je dat hier een museum zat? Nee. Weer daarheen? Zou het met een jaarkaart kunnen, denk je? Dat lijkt me wel. Dus het is allemaal naar het boek van George Orwell, Animal Farm. Die is wel grappig. Ja, dat is wel heel vet gedaan. Die je daar ook onder. Wow, ik vind die wel cool. Heel cool. Oh, deze is wel cool. Heel gaaf. Dit is heel vet gedaan. Zo, Lina, kijk dan. Dat is tot mijn toe ons favorietje. Ja, kijk van favorietje. Wie het is dan. Het is een heel groot werk die geknipt is ook, hè? Zie je het? De balzakken. Zo, dit is wel insane, hoor. Wow, die zijn gaaf wel. Die hebben ze ook gelijk gebruikt voor deze kant. Ja, dat begrijp ik wel. Die zijn heel gaaf. Tof gezet, dat gras ook, joh. Ja, ik denk dat dit mijn favoriet is, schat. Ja, dat is wel heel mooi. Nee, heel gaaf gedaan. Dat hoofd. Ja. Nou, dat was wel even leuk om te zien, hè? Ja, heel leuk, ja. Nog even over de markt. Ja, is goed. Ja. Dat doe jij altijd, hè? In kerken. Zeker. Dat is het enige wat je kan doen in kerken, toch? Enige activiteit. Enige geld uitgeven, bedoel je. Daarboven is wel echt mooi gedaan. Maar ik mis wel een beetje de glas en lood dingen. De mooie. Het is wel glas en lood, maar dan zo'n met die tafereelen erop. Nou, dat was wel leuk even om te zien, toch? Zeker. Mooie plafond ook. Ja, mooi plafond. Komt de vieze nek. Hey, gaan we doen? Wat gaan we doen? Hey Kiek. Gaan we doen? En nee jongens, het is geen teken dat Freek naar buiten wil. Zo, bezweet, bekok. We zijn weer thuis. And we ain't gonna leave again. I got you like a chickpea, like a nice snack for you. Snackpea? Chickpea. Nou, dat is hier goed te doen hoor. Ja, hier is wel lekker ja. Dat is hier wel 26 graden. Ja. Yeah. Maar dat zou ik niet zeggen. Ik vind het wel leuk om nog dadelijk even te hebben hoe het nu bevalt, 2 maanden dat we hier wonen. De voor- en tegens. Weinig tegens, heel veel voors. Maar we gaan nu even relaxen. Ik heb helemaal zo'n zweetlip. Ja. We kijken een hele slechte film op Netflix.
Hoe heet hij eigenlijk? Iets met Only You, geloof ik, of zo. Ja, anyone but you, of zo. Ja. Jezus, wat is het een slechte film. Ja. Maar zo slecht dat ik denk van, oh, ik wil hem uitzetten. Dit was een hit in de bioscoop, hè, deze film. Die? Ja, serieus, ja. Echt? Ja. Nou mensen, ik wilde even bespreken dat we hier 2 maanden dus wonen. We wonen hier serieus alweer 2 maanden, holy shit. Ja, ik moet zeggen, ik denk, als ik ergens geen spijt van heb, is deze beslissing wel. Jij, schat? Want ik zie eruit als een holbewoner, kijk dan. Nou, dat valt echt wel mee, schat. Ach, ik ga zo douchen, denk ik. Ik ben helemaal... Ja, dus op van het strand. Gewoon van het leven. Sorry, kapot. Het is fucking 4 uur. Nee, ik bedoel niet dat ik ga slapen. Oh, oké. Okay. Maar wat vind jij ervan? Ik vind het geweldig. Wat zijn de voordelen voor ons? Voordelen zijn echt alles. Nou, klaar. Het enige nadeel is dat we meer betalen. Nou. Ja, dat is wel 1 nadeel inderdaad. Maar ja, we zijn niet minder van uit de deur gaan. We zijn alles op vooruit gegaan. Echt alles. Ja? In slaapcomfort, in gewoon de keuken, de badkamer. Ja, en ook de in... De buurt vind ik ook gewoon echt leuk. Ook in de warmte, want het is hier nu 26 graden. Maar jouw broer zei al... Want doordat het zo'n circulatie qua lucht is... Nou, hij zei dat kan hoor. Ik weet niet of het zo is. Hij zei van dat hij dan ook het een beetje letterlijk, vocht uit de lucht Ja, maar het is toch letterlijk zo dat het hier gewoon veel minder warm is. Het voelt hier veel minder warm aan dan in het andere huis. Precies. Ik heb er eigenlijk oprecht tot nu toe nog totaal geen spijt van. Het enige wat ik soms een beetje gek vind is dat mensen in de flat... rare dingen doen. Dat is het enige. Ja, maar je woont nu met heel veel verschillende mensen. Ja, 180 huizen. In één huis natuurlijk. Ja. Oh ja, en er was nog onduidelijkheid over. We hebben een parkeervergunning gekregen uiteindelijk. Ja. Er werd nog wel voor gevraagd. Het enige wat we nog wel willen doen, en dat wil ik echt heel graag, dat vind ik dus, dat is het enige nadeel, maar dat heeft echt met mezelf te maken, is dat we geen goede gordijnen hebben. Dus daar komen we volgende week dinsdag, komt daar iemand voor kijken. Wat ik ook mega fijn vind, nee. Is dat we heel veel buren hebben die... Als er iets van lawaai of wat dan ook is, rond 1:10, dat je al ziet dat ze aan het berichten zijn naar elkaar. Ja, we hebben een groepsapp. Ja. Dus dan zie je al dat heel veel mensen het ook vervelend vinden, ook willen slapen na die tijd. Ja. En dat vind ik gewoon zo fijn, want dan voel je dat je er niet zo alleen voor staat. Nee, dat vind ik echt inderdaad. Dus ik denk dat, ik heb gewoon geen moment het huis gemist waar we woonden. Nee, ook echt totaal niet. De straat niet. Eigenlijk heb ik het idee alsof we daar nooit hebben gewoond. Nee, ik vind het zo ook heerlijk als je hier naar buiten loopt. En het wordt steeds leuker hier ook. Ja, er gaat veel gebeuren inderdaad. Je hebt hele warme benen. Zoals jullie hebben kunnen zien, hebben we natuurlijk een aardige pannenkoek gegeten. En toen dacht ik, dan is het wel lekker dat we gewoon vanavond kwark eten. Dat doen we wel vaker, dat vind ik zelf wel fijn. Dus we gaan kwark met wat fruit en granola eten. Wat op zich wel lekker is ook met dit warme weer, want ik heb toch niet zo heel veel trek. Ik weet niet of jullie dat herkennen, maar met dit soort dagen heb ik echt nooit zo heel veel trek. In ieder geval niet in warm eten en ook niet in zwaar eten. Dus dan is het eigenlijk altijd wel een uitgelegenkant om dit vanavond even te eten. Gaan we het maar maken. Ik vind ons deze Guylaine en Nara Disney moeten. Ik wil echt dat overpriced food daar testen. Eigenlijk wil ik daar alleen maar food testen. Het is voor mij 13 jaar geleden voor het laatst. Cool. 2011. Gespeeld, jongens. En op zich, ik denk dat ik een uurtje maar bezig ben geweest met dit. Heel erg cute. Maar morgen ga ik het ook wel doen in een andere vlog. Maar ik wil zien hoe die uiteindelijk is geworden. Maar ik vind dit alleen een beetje raar. Misschien dat mensen die hem hebben gemaakt dit snappen. Maar ik begrijp dit nog steeds niet waarom dit erin zit. Dus dit kan je zo naar beneden laten vallen. Oké, nou, daar komen we later wel achter.
In ieder geval, hij is af. Zullen wij, willen we iets kijken? Nou, we willen een comedy kijken van de jaren 90, die op een of andere streamingdienst staat. Een populaire comedy uit de jaren 90 is The Big Lebowski. Nee, maar The Big Lebowski is denk ik iets te cult. Wat dacht je van Groundhog Day met Bill Murray? Ja, die is geweldig. Die hebben we dus al gezien, maar die vinden we wel geweldig. Heb je nog iets anders in de aanbieding wat een beetje daar blijkt? Een beetje dezelfde vibe heeft? Wat dacht je van Pleasantville? Nee, die is wel leuk. Het is een film uit de jaren 90 met een unieke, fantasierijke plot. Nou, zo komen we er ook nog uit, toch? Probably don't think I should be asking you this. Als er een film is die ik je wil aanraden, is het zeker Pleasantville. Hij staat trouwens niet op een streamingdienst, maar was wel erg leuk om te kijken. Nou, dit was dus een normale zaterdag in ons leven waarin we niet heel veel gepland hadden, maar een paar dingetjes. Ik hoop dat je het leuk vond om te kijken. Tot volgende week. En als je nog zin hebt in een andere video, klik dan vooral op deze.